Op de Groesbeeksweg in Nijmegen is kort na 9:30 zaterdagochtend een tankstation overvallen. 4 jonge mannen kwamen het tankstation binnen, bedreigden de vrouwelijke medewerker en gingen er met geld vandoor. De politie heeft in elk geval 1 scooter gezien waarmee de overvallers zouden zijn gevlucht. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is bezig met een onderzoek. Het betreft een zelftankstation van Tink. De medewerkster zat binnen. Inmiddels is de boel afgesloten. Het tankstation is nog wel open, zodat de klanten terecht kunnen. Het onderzoek is in volle gang.